Gelukkig voor velen. Na een paar vrij dramatische beursweken was het vandaag eventjes rustig in Amsterdam. De beurs sloot op zo'n 402 punten. Een daling van 0,3%. En dat valt mee. En dat had vooral te maken met die voorspelling van de Chinese premier dat de groei van zijn land op 7% zal uitkomen. Klonk voor veel beleggers in Europa als een soort van geruststelling. Maar Dirk Veenstra, dat er per saldo niet veel gebeurde, betekent niet dat er onderliggend niks gebeurde, toch? Nee, dat kun je achter mij zien, Roland. Want op het koersenscherm geeft aan dat we hoger openden. We gingen even positief van start. Misschien waren beleggers blij dat ze mij weer zagen na mijn vakantie. Maar goed, het ging toch even ook fors omlaag. We stonden zelfs even op 300. Ja, ze schrokken even die bruine kop van je natuurlijk. Ja, ik denk dat was precies. Ik ga hard poetsen, beloof ik je, om het eraf te krijgen. 398 hebben we ook gezien vandaag. Maar dat herstelde daarna toch weer een klein beetje. En per saldo was er niet veel te beleven. Sloten we inderdaad vrij vlak. We staan toch, toch iets lager, opnieuw lager op de beurs. 401 punt en bijna 402 punten, moet ik eerlijk zeggen. Laat ik het glas half vol zien. Mm. Maar goed, Amerika was dicht en dus was er niet zo heel veel beweging. Maar de AEX is in bear market terechtgekomen. Berenmarkt, slecht Nederlands vertaald? Slecht Nederlands vertaald, inderdaad. Wat zegt dat? Dat de beurs meer dan 20% is gezakt sinds het hoogste punt. Dat hebben we bereikt eind april vorig jaar. Kijk maar even mee naar deze grafiek, daar kun je het mooi zien. Het was 27 april, toen stonden we op 509 punten en een beetje als slotstand, zelfs even boven de 510 punten gedurende de dag. We zijn sindsdien alleen maar wat gezakt. Op een gegeven moment was er paniek natuurlijk eind augustus, september, vanwege opnieuw China. Nou, toen dachten we van, het zal wel, dat lopen we wel weer bij. Nou, we hebben ook inderdaad iets omhoog gegaan. Maar aan het eind van het jaar nog redelijk eruit gegaan. Een goed jaar gehad, zou je kunnen zeggen, per saldo met winst. Maar dit jaar, we zijn dit jaar al 8% weer kwijt. Kortom, het gaat opnieuw omlaag. Inderdaad, vanwege toch die angst of China wel kan blijven presteren. Vanwege oplopende renteangst in Amerika. Hè, vanwege wat politieke onzekerheid. Want wie wordt er zometeen de nieuwe president in de VS? We hebben wat gedoe in Engeland waar een Brexit dreigt. Hè, een uitstappen uit de Europese Unie. Mm. Dat is allemaal een beetje onrustig. Beleggers zijn toch een beetje onzeker geworden. En halen wat speelgeld van deze casinotafel af, lijkt het. Oké, als geld verdampt, beurskapitaal, dan is dat niet leuk. Maar het creëert weer nieuwe momenten. Zitten we zak en as nu? Of, Het kan vanaf nu een heel goed beursjaar worden. Hè? Vanaf dit niveau zou je kunnen zeggen als ze omhoog gaan. Maar er zijn veel kansen, zou je kunnen zeggen. Is het erg? Het valt wel mee. Een correctie op zijn tijd is gezond. Hè? Dan kan de markt weer een nieuw evenwicht vinden en inderdaad kijken of ze opnieuw kunnen gaan groeien of niet. De economie lijkt redelijk stabiel te zijn. Nog lichte groeien zelfs in West-Europa. Amerika gaat nog redelijk goed, ook al zijn er toch wat donkere wolken aan het firmament verschenen, terwijl de rente dan nog verder omhoog zou kunnen gaan. Ja, China is een black box, is een zwart gat. Wie het weet mag het zeggen, we gaan het volgens de president en premier gaan we opnieuw die 7% halen. Dat zullen we morgenochtend wel zien. Kijken of we daarop moeten gaan reageren. De olieprijs is natuurlijk een factor die maar blijft dalen. Al ging je vandaag per saldo iets omhoog. Goed nieuws voor Shell zou je kunnen zeggen, maar ook dat fonds ging vandaag toch verder omlaag. Is het erg? Ach, het kan altijd erger. Want in China zelf zijn ze sinds het hoogtepunt vorig jaar, was in juli, zijn ze al 43% kwijtgeraakt. Kortom, tel je zegeningen. Zo is het. Dankjewel, Dirk Veenstra.